Er was vorig jaar toen best een hele dramatische brief van de wethouder. Dat er helaas opeens een faillissement was door een beslaglegging. De curator zegt dat geen juiste conclusie is. De beslaglegging is, het staat letterlijker zo, juridisch niet de oorzaak van het faillissement. De vraag is dan eigenlijk natuurlijk gewoon, wat is dan volgens u wel de oorzaak van het faillissement? Het is overigens het aanvragen van het faillissement zelf is iets wat sterk in de discussie staat op dit moment. Normaal zijn het een aantal crediteuren die dat aanvragen. Op het moment dat je zelf het faillissement aanvraagt, is dat altijd een vreemde gang van zaken. Ik moet uit uw brief opmaken dat u zegt, ja, wat ons betreft is het dossier definitief gesloten. Maar dat lijkt me eigenlijk buiten de orde. Ik denk dat wij sowieso een verslag moeten hebben hoe het geld besteed is. En dat is niet alleen die 400.000 die naar de crediteur gaan, maar ook die miljoen reorganisatiekosten. Kijk, voor de fractie van GroenLinks staat voorop dat we als gemeenteraad ook onze controlerende taak uit moeten kunnen oefenen. En daar hoort ook gewoon bij dat wij controle uit kunnen oefenen op de besteding van gemeenschapsgeld. Dat hebben we kunnen doen waar het gaat om het Rotterdam Mediafonds tot het jaar 2011. Maar in 2012 ontbreekt een financieel verslag. Dus ik vind het eigenlijk niet meer dan een normaalste zaak van de wereld dat we dat verslag krijgen, dat we inzage krijgen in hoe de bestedingen zijn geweest, zodat we ons controlerende taak als gemeenteraad ook uit kunnen oefenen. Heb ik de indruk dat alle commissieleden die het woord willen voeren, het woord hebben kunnen voeren, en ik geef het woord aan de heer Meijer. En de vraag is met name of het grote bedrag aan gemeenschapsgeld wat er in de loop der jaren voor beschikbaar is geweest, besteed aan de verwachtingen daarvoor en of datgene heeft opgeleverd wat de oorspronkelijke verwachting was. Ik denk dat dat niet het geval is geweest. Dat geldt zowel voor die 35 miljoen in totaal en waarschijnlijk ook voor de 1/18 miljoen liquidatiebijdrage. Maar ik denk dat er wel de vraag dan aan de orde is van is het geld, en zeker met betrekking tot het laatste jaar waar geen inzicht in bestaat, is dat uiteindelijk in zijn afronding besteed op de wijze die daarvoor bedoeld was. En zeker als er voor de toekomst nog iets dergelijks gedaan zou worden, denk ik dat die gang van zaken niet voor herhaling vatbaar is. Hoe kun je dat soort problemen voorkomen? Door inzichtelijk te maken van wat er hier niet goed gegaan is en hoe je dat voor de toekomst zou kunnen voorkomen. Dus ik denk dat er een eindoordeel nodig zou moeten zijn op enige moment voor de gemeenteraad. Ook als raadsleden hebben wij ook de taak om ervoor te zorgen dat de subsidie die besteed is, dat we dat keurig verslag van doen. En een faillissement op zich ontheft ons niet van die plicht. Er moet een behoorlijke verslaglegging over 2012 komen. En anders zijn wij geen knip voor onze neus waard. En wij stellen niet voor om dit volgende week naar de raad te geleiden, maar mogelijk wel na de verkiezingen.